Welkom bij 5050 Belmond. Wij produceren hier groentes voor Laplace. Onbespoten, zonder kunstmest. En vandaag gaan we kijken naar de oogst van de groene asperges. We hebben hier een halve hectare groene asperges. Vorig jaar zijn we ermee gestart. We hebben er ongeveer 14.000 in de grond gestopt. En dit is het eerste jaar dat we heel voorzichtig een aantal dagen oogsten. Echt heel voorzichtig, omdat die plant zich eerst moet ontwikkelen. Kijk, wat je ziet is meer onkruid dan asperges. En hoe komt dat nou? Dat tolereren wij. We werken zonder middelen, zonder kunstmest, puur natuur. Dus Laplace heeft dat hoog in het vaandel. Kleinschalig, regionaal geproduceerd en zo duurzaam mogelijk. De asperge die scoort ook heel hoog op het gevoel. Er worden testen afgelegd in Nederland en dan vragen ze en geven ze een rapportcijfer aan de gevoelswaarde die ze hebben. Het gevoel wat mensen hebben als ze asperge eten. En dan scoort asperge in Nederland heel erg hoog. Het scoort 8,7. Dat is vergelijkbaar aan sla en aan de tomaat. Dus mensen worden blij van asperges. Wij werken met mensen van de reclassering. Mensen die verslaafd zijn, verschillende verslavingsachtergronden. We proberen werk te vinden voor ze, waar ze van groeien. Waar ze weer trots van krijgen, waar ze een stukje eigenwaarde terugkrijgen. Het gevoel van de jongens en de reïntegratie staat hier centraal. Ik heb even een profielkuil gegraven voor jullie om te laten zien hoe die plant eigenlijk groeit. Dus dit is wat we in de grond hebben gestopt. Dat noemen we aspergetelers klauwen. En je ziet ook dat het maar in het eerste jaar maar een beperkt aantal stengels geeft. Dat wordt meer en meer. Dus in het vijfde tot zevende jaar volgens de literatuur hebben wij volle productie. En daarna gaat de productie weer afnemen. Het is een soort diepteinvestering. Als je zo'n aspergeplant hebt geplant, dan kun je daar zo'n 12 tot 15 jaar wel van oogsten. Het is gewoon een heel mooi gewas en heel gezond. Nou, dit zijn ze. Het goud van Lunteren. Net geoogst. En vers ook heerlijk. Hoe smaakt die? Nou, fantastisch.